we gaan nog even door over dit onderwerp met Freya van den Bossen van de SPA. Dag mevrouw van den Bossen. Ja. Ja, aanleiding voor uw tussenkomst is die nakende staking op 7 mei in de instellingen van de Broeders van Liefde. Ja. Waar onder meer onderwijs wordt aangeboden aan kinderen met een beperking, maar ook kinderen met een gedrags- of emotionele stoornis. Nu, te weinig personeel om die toegenomen agressie de baas te kunnen. Misschien eerst eens illustreren, welke verhalen horen we? Het gaat eigenlijk om opvoeders die bijvoorbeeld een groep van 12 kinderen begeleiden of nog meer. Kinderen met soms heel grote emotionele problemen die daardoor ook niet altijd gemakkelijk gedrag laten zien. Soms kunnen ontploffen, in woede ontsteken. En als je dan helemaal alleen staat in zo'n groep kinderen, dan is dat onveilig voor jezelf. Kan je klappen krijgen, gebeurt ook echt. Maar ook onveilig voor die andere kinderen. Niet enkel fysiek, zij voelen zich ook niet veilig dan. Ze worden daar bang van. En dus willen ze dat werken. Doen die instellingen natuurlijk al heel lang. Hè? Waarom is het vandaag dan erger dan voorheen? Wel, heel lang geleden is er wat personeel weggenomen uit die instellingen. En dat heeft lange tijd gelukt. Maar we zien dat er nu veel meer jongeren toekomen met zware emotionele problemen. Ja. En dan lukt het niet meer. Dan moet je terug naar een normale bezetting gaan. Dus zij zeggen, we hebben het lang geprobeerd, maar nu gaat het niet meer. Meer dan de helft van de arbeidsongevallen in die instellingen van de Broeders van Liefde hebben te maken met agressie op de werkvloer. Dat is ongelooflijk. Nu, ik hoor de minister toch wel zeggen, ja, er komt meer volk, er komt meer geld. U leek niet tevreden met dat antwoord. Nee, omdat hij zegt, ja, we hebben wel wat geld voor vorming. Oké, vorming is belangrijk, maar mensen weten wel hoe ze moeten omgaan met incidenten daar. Wat geld voor infrastructuur. Er moet geld komen voor personeel. Ja. Ja. Dus veel van wat de minister zegt is naast de kwestie. Het enige wat die mensen vragen, is ze vragen niet betaal ons meer of zo. Ze zeggen, zorg dat we in voldoende kleine groepen kunnen werken, zodat we gewoon fatsoenlijk werk kunnen afleveren. Maar u zegt dat nu, betaal ons niet meer, dat is niet wat we vragen. Maar goed, is het geen vicieuze cirkel? Want we horen getuigenissen van mensen die er de brui aangeven, die weggaan, waardoor het probleem natuurlijk in stand wordt gehouden. Hè? Want mensen gaan nu al weg. Ja. Zou een beter loon daar niks kunnen aan doen? Als je spreekt met mensen op het terrein, iedereen zegt natuurlijk, als ik wat meer betaald word, leuk meegenomen. Maar een echte... Kan een motivator zijn, hè? Ja, maar een echte vraag is, zorg dat ons werk haalbaar blijft. Mm-hmm. Heel veel mensen die uitvallen voor ziekte, langere tijd, die er compleet doorzitten, die met hart en ziel in die sector zijn gegaan, die kiezen daar ook voor om te werken met kinderen die het moeilijk hebben. Zij weten dat dat niet altijd gemakkelijk zal zijn, maar ze willen dat gewoon goed kunnen doen. Op een manier dat ze naar huis kunnen gaan en zeggen, oké, het was een goede dag voor mezelf, voor de kinderen voor wie ik zorg. En nu kan ik het andere stukje van mijn leven in handen nemen. En dat kunnen ze niet meer. Die mensen zijn zo uitgeblust, zo uitgeput. Ze moeten gewoon met voldoende zijn. We hebben in de media kunnen vernemen dat u stage doet in de jeugdpsychiatrie. Bent u om die reden meer betrokken bij dit onderwerp? Ja, het verandert wel iets. Als de minister zegt, wanneer ik hem vraag, ga je zorgen dat kinderen in voldoende kleine groepen kunnen worden opgevangen, dat hij zegt, kijk, ik heb een heel goed idee, ik ga mijn administraties fuseren, dan voel ik dat ik daar echt kwaad van word. Omdat op het terrein heeft daar niks aan. We hebben daar niks aan. Maar als er kwetsbare jongeren... Ja, tuurlijk, als er kwetsbare jongeren worden opgevangen, dan is het zo'n hinderpaal dat je tientallen, ik overdrijf, maar toch wel 3 of 4 documenten moet indienen om alstublieft de nodige zorg voor die kinderen te kunnen organiseren, waarna iemand in Brussel die kinderen nooit heeft gezien zegt ja of nee, naar eigen goeddunken. Ik begrijp niet waarom er zoveel geld en aandacht gaat naar structuren en overbodigheden en zo weinig geld naar het terrein. En dat is natuurlijk iets dat ik veel gemakkelijker kan zeggen, omdat ik zelf ook op dat terrein sta. Heeft u die situaties al meegemaakt? Herkent u die situaties die nu de ronde doen over de instellingen van de Broeders van Liefde? Ja, ik heb niet alleen zelf natuurlijk ervaring in mijn stage, maar ik ga ook vaak instellingen bezoeken. Een van die instellingen die nu meestaakt, heb ik al bezocht. En ja, zij moeten echt in heel moeilijke omstandigheden werken. Er is natuurlijk ook al gewezen op de toegenomen agressie in de samenleving, in zijn globaliteit, de rol van de ouders. Ja, hoe kan je daar iets aan doen als ouders blijkbaar niet meer pikken dat hun kind gestraft wordt bijvoorbeeld? Ja, dan kan je natuurlijk heel veel volk op de werkvloer zetten, dat verandert niks aan het gedrag van die ouders. Hè? Nee, zeker. En het is vaak zo dat wanneer je een kind wil helpen, dat ook de ouders hulp kunnen gebruiken. Maar hoe doe je daar iets aan? Je kan bijvoorbeeld met mobiele teams aan huis gaan en echt hulp geven in een thuissituatie. Ook heel veel ouders bedoelen het echt goed, maar weten niet altijd wat ze nog kunnen doen om een kind te helpen.
Het probleem is alleen, stel je hebt een kind met autisme, het heeft die begeleiding nodig. Jij als ouder zit ook een beetje vast. De wachtlijsten zijn 4, 5 jaar voor iemand te krijgen. Dan zit er bij het begin natuurlijk ook daar is meer volk voor nodig. Hè? Maar ja, je hebt gewoon een nood in de samenleving waar geen antwoord op wordt geboden. En wat ik niet begrijp is dat wanneer een regering zegt, kijk eens, we doen begrotingscontrole, we hebben het goed gedaan, 200 miljoen euro overschot, dat geld niet wordt geïnvesteerd voor die erg kwetsbare jongeren. Ik heb de minister maar horen zeggen, er komt geld, hè. Ja, maar geld dat we al kennen. Geld dat we al kennen. En al die extra's die... Ja, natuurlijk. Ja. En er worden geen gekke dingen gevraagd. Ik heb de minister al voorgesteld een tijdje geleden. Kom eens mee met mij. Loop eens mee, stage. Zie eens hoe het gaat op het terrein. Ga eens naar die instellingen in de jeugdhulp. Ze zullen u daar graag zien. En dan zal u ook begrijpen waarom ze zo kwaad worden van allerlei beloftes over vorming en administratie diffuseren. Ze moeten gewoon hun job kunnen doen. De uitnodiging is bij deze gelanceerd. Bedankt voor dit interview. Blijf nog even bij ons, beste kijker, want we praten straks met Rick Daams over een aantal bedrijven die chemische stoffen zouden geëxporteerd hebben naar Syrië. Tot zo.